Zo, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes, ben ik weer, zondagmorgen praat. Het was fucked up. Was niet prettig vandaag. Waarom? Ik krijg steeds meer last van mijn schouder. En dan zijn er bepaalde oefeningen, zoals bijvoorbeeld de bench press of iets dergelijks, is dan gewoon moeilijk, lastig. Dit en nu, al een push, ga ik hem alweer voelen. Is niet goed. Stuur omgooien, dit hè. Lichtelijk gevoelig. Is niet goed. Dus, ja. Dan zou ik als sportmasseur ervoor moeten zorgen dat het weer goed komt. En dit komt goed door rust te houden. Zo zeggen wij dat ook altijd. Probeer rust te houden, of in ieder geval te ontzien. Ja, sommige oefeningen kun je dus de schouder niet ontzien. Maar, daar gaan we dus aanpassen. Oké, vandaag was het ook later dat ik ging gaan sporten. Want we waren vandaag vrij met voetballen, dus kan ik het later doen. Ik merk dan wel dat het moment dat ik dan de training uitstel, of tenminste later ga, dat ik dan meer moeite heb van ik moet eigenlijk gaan, maar. En dat was eigenlijk weer een stukje dat ik denk van hey, die is weer even apart. Maar toch gegaan. Jammer dat dan uiteindelijk nou de schouder begint op te spelen. Het wordt stiekem ja, wat erger, moeilijker. Bijvoorbeeld de gewone normale biceps curl, die ging goed. Maar wat ik al zeg, de bench press, ja, dat ging dus niet goed. En dan raak ik meteen in zo'n stukje dat je denkt van, fuck, en nou? Goed. We gaan kijken hoe we dit gaan oppakken. En dan zien we wat zeggen ze, het schip strand. Misschien moet ik wel gewoon 2 weken even rust houden met sporten. Dan zou ik natuurlijk wel gewoon kunnen kijken om dan het hardlopen weer op te pakken. Wat natuurlijk nou weer mooi weer. Het wordt weer droger. Dus dat zou in zekere zin een goed alternatief zijn om dan toch wel lekker bezig te zijn. Dus wellicht dat ik dat ga doen. Maar goed, dan moet ik even kijken hoe dat gaat lopen. Dus, maar ja, we zullen wel zien. Oh ja, en van de week met voetballen gaan wij de bekerwedstrijd spelen. Thuis. Tegen Heino. En Heino is een lastige. Stugge ploeg. Veel arbeid. Maar ja, we zullen zien. We zullen ook zien hoe dat gaat lopen. Maar in ieder geval als we aanstaande woensdag thuis winnen met de beker. Dan zijn we natuurlijk weer een ronde verder. Dan heb je wel de mogelijkheid dat je wat verder weg moet gaan rijden. Dan is de loting niet meer dichtbij. Dus we moeten ook even weer gaan kijken hoe dat gaat lopen. Oh, er zijn dus deze week van die dingen die op de rit staan. Waar je ja natuurlijk wel invloed op hebt. Maar waar je nee invloed op hebt, nou je weet wat het schepstrand. Hoe zeg ik dat dan? Een beetje nice. Ja, natuurlijk heb ik er invloed op door bij wijze van spreken te zeggen van weet je, die bekerwedstrijden, laat maar voor wat het is en we skippen ze gewoon, we vliezen de wedstrijd en we zijn klaar. Maar dat wil je niet, want je wil winnen. Dus ik mag aannemen dat er binnen het team dat wel leeft. Anders ziet het er slecht uit. Nee, alle gekken het op stokken. Nee, natuurlijk, je wil voor de winst gaan, dat is logisch. Maar het is natuurlijk wel de vraag van gaat het dan ook lukken? En je bent nog steeds in de race om dan eventueel voor volgend seizoen, als je nou doorkomt tot de laatste 8, of
iets dergelijks, dus dat is na de volgende wedstrijd, dan heb je dus kans dat je ingedeeld gaat worden bij de landelijke landelijk beker, bekertoernooi, zeg maar in het grote KNVB toernooi. Ja, dat is natuurlijk ook wel een uitdaging. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat er iets te halen is, maar het is wel leuk dat je dan een, ja, best wel de mogelijkheid bestaat dat je een gerenommeerd team kunt ontvangen in de eerste ronde, eerste twee rondes. Maar ja, houdt wel in dat ze natuurlijk dan wel weer eerder moeten gaan beginnen. Daar heb ik natuurlijk geen last van, omdat ik de eind van het seizoen ga stoppen met de verzorging. Maar ja, dat zijn wel van die dingen die dan wel gaan spelen. Dus dat je weer eerder zou moeten gaan beginnen met de voorbereiding. Weer eerder op het veld staat. Want eerste bekerwedstrijd dacht ik dat het dan alweer 12 augustus was. Ergens rond die koers. Dus ja, dan moet je vroeg gaan beginnen. Goed, daar heb ik niks mee te maken. Dus ik laat het voor wat het is. We zullen wel zien wat het überhaupt gaat worden. En dan... ja, dan kijken we wel. Ik hou het wel netjes in de gaten naar de laatste competitiewedstrijd. Wat uiteindelijk Juliane gaat doen. Want ja, er zijn natuurlijk wel een aantal activiteiten. Die ik wel blijven doen bij Juliane. Zoals met de vakantie hebben we altijd een rommelmarkt. Nou, daar wil ik mij ook wel voor inzetten. Om dan weer daarbij te zijn. Met de carnaval, de carnavalsavond, dat ik de tussenbar draai samen met Paul. Ja, en 7 tegen 7 toernooi komt er nog aan in mei. Eind mei, geloof ik. Ja, dat zijn gewoon nog leuke dingen die wil ik gewoon nog wel gaan blijven doen. Dus op die manier blijft het toch een beetje verbonden met Juliana. Dus komt goed. Nou, dat was het dan weer voor vandaag. Ik zeg tot de volgende keer. De groeten. Even duimpjes omhoog gooien. En we abonneren op dit kanaal. En dan hoop ik dat ik voor volgende week weer betere resultaten heb met mijn schouder. Dat ik het in ieder geval wat minder pijnlijk is. Dat ik wel in ieder geval oefeningen kan doen. Ik wil niet zeggen dat het meteen helemaal weg moet zijn. Maar dat het minder pijnlijk is om oefeningen te kunnen doen. Ik hoop dus natuurlijk niet dat het meer gaat worden. Want dat heeft ook weer invloed op mijn werk. En dat wil ik dus niet. Dus, we zullen wel zien. Nogmaals, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Ik zeg duimpjes. Abonneren op dit kanaal en dan zie ik je de volgende keer weer. Dus ik zeg de groeten en ciao.